Mijn gast is Uri Rosenthal. Hij is oud-minister van Buitenlandse Zaken. U heeft als minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk met dit conflict ook te maken gehad in uw tijd. En dit blijft maar voortduren. En ook dus een persoonlijke connectie met dit verhaal, wat ontzettend heftig is, lijkt mij, als dat dit ook in uw leven is op die manier. U geeft aan wat er eigenlijk ook de leefsituatie is in Israël. Enerzijds gaat het leven gewoon door. Anderzijds is die enorme druk van onveilig gevoel. Kunt u aangeven hoe dit zijn uitwerking heeft in de samenleving daar? Voor zover ik dat kan beoordelen, ja. Is de uitwerking daarvan dat de mensen dus Israël is altijd getypeerd voor een bepaalde community, de Joodse community in de wereld, als een veilige plek. Daar ging het ook in belangrijke mate om. Daar wordt ook veel over gediscussieerd nu, dat eigenlijk de prioriteit bij het idee Israël altijd van meet af aan heeft gelegen bij veiligheid en geborgenheid. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis. Het land werd via de resolutie van de Verenigde Naties erkend als lidstaat. En binnen de kortste keren was er oorlog. Die door de Israëli's wordt genoemd de bevrijding, de War of Liberation. En door de andere kant, om het maar zo te zeggen, als de Nakba. Ja. Dus daar zit het al. En vervolgens is het land door een geschiedenis heen gegaan in die afgelopen zoveel jaren van op allerlei momenten oorlog. 1967, de Zesdaagse Oorlog. 1973, de Oktoberoorlog, de Yom Kippur-oorlog. Ja. Mm-hmm. Vervolgens nog 3 zogeheten intifada's achter elkaar op de Westbank. Kortom, het land heeft nooit echt rust gekend. Nee, en dan hebben nu dus die gruwelijke 7 oktober, ja, met die ontmenselijking die heeft plaatsgevonden. We komen straks wel even op op wat Israël allemaal vervolgens doet. Maar wordt het gedachtegoed extremer in Israël nu door die 7 oktober? Of is het machteloosheid? Of wat gebeurt er in dat land? En wat zien ze daar ook, hè, aan media? Ook daar, het land, dat komt er nog bij. Het land is een divided country nu. Een land van verdeeldheid. Mm-hmm. Met 2 assen, zou je kunnen zeggen. De ene is bekend voor ons rechts en links. En de andere, voor een deel overlappend, is religieus en zeer religieus, ultra-orthodox. Meteen ook ultraconservatief. En aan de andere kant mensen die zich Joods voelen, Joodse identiteit, maar die heel weinig op hebben met alle religieuze toestanden die er dan volgens de religieuze types bij horen. Ja, en dat is altijd zo geweest. Maar als u kijkt nu, hoe is het aan het schuiven? Of blijft het hetzelfde? Heel lastig om dat te pakken. Volgens sommigen is het zo dat er een verdere verrechtsing nu plaats heeft. Volgens anderen is dat niet het geval. Een heel klein detail, eigenlijk de vraag of dat echt realistisch is, is er zijn niet zo lang geleden gemeenteraadsverkiezingen geweest met een superlage opkomst overigens. En voor zover daar iets uit op te maken was dat de ultra-rechtsen, de ultra-conservatieven, de ultra-religieuze daar een bescheiden winst hebben geboekt. Dat zou dus duiden op verrechtsing. Aan de andere kant, de oppositie die er op dit ogenblik in een groot deel van de bevolking bestaat, medegevoed door het falen op 7 oktober, de oppositie die er nu is van de andere kant tegen Netanyahu als premier, tegen de 2 ultra-rechtse ministers die ook uitlatingen doen waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dat zijn meneer Ben-Gvir en Smotrich, zitten dus in dat kabinet. De weerstand daartegen is gigantisch. En het geeft dus aan ook een gespleetheid in de bevolking, terwijl tegelijkertijd eigenlijk iedereen, het grootste deel van de Israëlische bevolking, geen discussie wil over de oorlogvoering in Gaza.
Ja, want dat is meteen een mooie brug om het daarover te hebben. Je ziet dat de publieke opinie draait. Hè, waar we eerst, dit zie je ook wel wereldwijd zich afspelen. Je ziet ook dat de Verenigde Staten toch iets anders er naar kijkt. Waar eerst was, we staan pal achter Israël in het Westen. Ja. Is nu toch wel de Palestijnse zaak steeds duidelijker op de voorgrond aantreden. Dat Israël echt te ver gaat op dit moment. Wat vindt u? Nou, ik heb daar al meermalen heb ik er in discussies op gewezen dat je hier ook eigenlijk een wat wonderlijke situatie hebt als je naar bijvoorbeeld Nederland kijkt. En eigenlijk ook naar een aantal andere West-Europese landen in elk geval. Laat ik het even houden bij, dan hebben we waarachtig nog een bruggetje naar de Nederlandse politiek hier. Op 22 november is de uitslag duidelijk een uitslag in de richting van rechts gegaan. Ja. Nou, laten we nou kijken naar de grootste partij, de PVV. De PVV is, ik zou bijna zeggen, nog meer pro-Israël, bij wijze van spreken, dan gewone mensen in Nederland die nog altijd, zoals het heet, achter Israël staan. Ik herinner mij, toen ik minister ook was, dat ik voortdurend vanuit de PVV te horen kreeg dat ik niet moest spreken over de Westbank, maar over Judea en Samaria. Dat is dus echt de ultra-orthodoxe manier om naar de Westbank te kijken. Wilders, ja. En zo waren er nog meer van dat soort zaken. Nou, de PVV is de grootste winnaar bij de verkiezingen geweest. De VVD, daar mag je toch ook van zeggen dat die achterban in elk geval behoort tot degene die meer neigen naar een pro-Israëlisch standpunt. Mm-hmm. Voor de nieuwe partij van Omtzigt, daar zitten een aantal mensen in voor wie datzelfde geldt. En bij mevrouw Van der Plas, daar hebben we dan de vier formerende partijen, mm-hmm, geldt eigenlijk hetzelfde. Ja. En wat ik wel daarbij dan constateer, is dat je dus dan eigenlijk ook kunt zeggen, en dat geldt niet alleen in Nederland, ook in andere West-Europese landen waar diezelfde ontwikkeling nu gaande is. Kijk maar straks naar de Europese parlementsverkiezingen in juni. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we te maken hebben met, ja, toch een, op dit punt een soort van silent majority en een vocal, een hele duidelijke, luid van zich afpratende, grote minderheid. Ja. En ik snap waar u naartoe wilt, want u zegt eigenlijk die mensen die op die partijen hebben gestemd, die zijn dus pro-Israël. En nu zien we bijvoorbeeld ook een NOS-onderzoek met Ipsos samen. Die zegt de Nederlandse burger, als het gaat over een kant kiezen in de strijd tussen Israël en Hamas, een kwart vindt dat Nederland geen kant moet kiezen. Nog een derde weet het niet. Dus dat is meer dan de helft van de Nederlanders. Dus u zegt dan die silent majority die zich dus wel heeft uitgesproken bij de verkiezingen en niet bij, terwijl een heleboel mensen natuurlijk ook gewoon voor Wilders hebben gestemd, helemaal niet in verband met Israël, maar gewoon dat er Henk en Ingrid willen dat de gezondheidszorg lekker goedkoop blijft, bijvoorbeeld. Ja, maar toch is interessant, ook daar weer zo'n klein detail eigenlijk, dat ik wel oppikte bij de analyse van de verkiezingsuitslag op 22 november, dat er nogal wat mensen waren, gewone Nederlandse burgers, die zich bijvoorbeeld buitengewoon gestoord hebben aan die demonstraties van pro-Palestijnse demonstraties, ook vaak heel agressief. Ik heb het één keer zelf ervaren. In de stationshallen. Mm-hmm. In Amsterdam, mm-hmm, Rotterdam, mijn stad, Utrecht enzovoort. En ik heb wel begrepen dat volgens sommigen daar wel het heeft weinig uitgemaakt, maar het was net even voor sommige mensen ook zoiets van, nou ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, maar het is moeilijk om dan te, u kunt toch niet ontkennen dat een heel deel van Nederland, maar ook in de wereld, nu gewoon kritischer kijkt naar het handelen van Israël? Dat is zonneklaar. Dat is zonneklaar. Daar moet je je ogen en oren wijd voor open houden. Ja. Vanzelfsprekend. Ik kan wat dat betreft duiden op een groot onderzoek in Amerika, waarbij blijkt dat niet alleen, dat ook onder bijvoorbeeld de jongeren van de Republikeinse Partij, die altijd veel sterker nog dan de Democraten zich voor Israël heeft opgeworpen, dat daar de jongeren in toenemende mate de, zeg maar, de Palestijnse kant in deze materie kiezen. Mm-hmm. Dat is zonder meer waar. Snapt u dat? Ik kan me daar het een en ander bij voorstellen.
Het is zo dat wanneer je kijkt naar die oorlog, dan worden wij uiteraard geconfronteerd met beelden waarvan je zegt, ja, dat is verschrikkelijk. Ja, en ook met aantallen, hè? Ik bedoel, 30.000 aantallen daar Palestijnse doden. Daar heb ik straks nog wel even iets over te zeggen. Maar het is zonder meer zo dat geen weldenkend mens blijmoedig naar de televisie kijkt wanneer die hongerende kinderen, dode lijkjes van kinderen enzovoort ziet. Nou ja, en ook de voedselhulp, hè? Nieuws dat een VN-voedselhulp dan uiteindelijk weer door Israël kapot wordt geslagen. Dat is natuurlijk wel afschuwelijk. Het zijn babytjes, kinderen. Op al die punten krijgen we dus argumenten en contra-argumenten. En die contra-argumenten zitten dan bijvoorbeeld in het feit dat wanneer het om die voedselhulp gaat, Israël buitengewoon beducht is voor het overmeesteren van de vrachtwagens door Hamas, die daar nog altijd rondlopen. En als het gaat om andere punten, zoals de verhouding tussen burgerslachtoffers en militaire slachtoffers, dan is die verhouding volgens internationale experts in dit conflict lager dan ooit. Ja. Eén militair of terrorist op twee burgers. Terwijl dat in oorlogen in Syrië en Irak 1 op 5, 1 op 7 was. He, dus op alles is het zo dat er argumenten zijn en tegenargumenten van de andere kant. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.